Chips, nootjes, bier. Goedenavond, het is 9 uur. De enige kroeg in Nederland die nog open mag blijven is de Chips, Nootjes, Bierkroeg. Voor u allereigen ze geen stijl. Nee! Even een biertje, biertje. Hey, geen anderhalve meter graag, hè? De veiliger die voor de deur staat, die ons allemaal weigert, of niet? En dan zie ik weer die... Sorry dat ik het zeg, maar die rotkop van een Martijn Koning. De jonge dame, Boekdra Bouchaklit heet ze. Bouchaklit. Bouchaklit, plaatsdelict heb ik ervan gemaakt in mijn hoofd. De man is een lachende kaak. Alle jezus, dat wijf een dikke reden. God, oh god. Maar ik zag op Instagram wel dat je op vakantie bent geweest met een vliegtuig. Ha, de ster wil ijs. en groene M&M's. De broederman staat zijn schoonmoeder te knuffelen. Kom op. Ja, dat is sowieso raar. Ja. Hij was niet begonnen om Zwarte Pieten met de haren bij te slepen. Dat deed daar quasi. Een verschrikkelijke moord. 8 minuten lang zit iemand te stikken om zijn leven te schreeuwen. En dan wordt er een moeiteloos op de Dam een link gelegd tussen die gruwelijke gebeurtenis en Zwarte Piet. En ja. moeten dan en dan gaat het bij jou horen. In die zwaarte van dat gruwelijke filmpje moeten we dan gaan zitten en dan luisteren hoe verschrikkelijk het allemaal niet is. En ja, het is absurd. En dit was een beetje de apotheose, vond ik. Hier wordt dan iemand die het nog waagt om een klein beetje... Of die niet helemaal mee wenst te gaan in dat op hol geslagen hysterische narratief. Die moet ook nog even op de knieën. Ja. Die moet ook nog even op de knieën en laten zien van... Nee, hallo, jij ook. Gewoon meedoen. Ja. En dat daar werd ik echt heel erg pissig van. Ja, dat klopte gewoon echt niet. Nee. Dat was niet oké. Okay. Ondertussen weten we ook nog steeds niet of het daar quasi nou was. Nou ja, dat is ook nog. Voor hetzelfde geld was het hem dus gewoon wel. En was dit een briljante valstrik van hem. Om een toch pseudo-racistische opmerking aan Derksen te ontlokken. En op die manier het programma om zeep te helpen. Nou, missie geslaagd. Ja, dat programma. Zijn we er toch in getuind? Dat schetst mijn verbazing. Henk Otte zit mijn stemmingsset in te vullen in onze fractiekamer. Dat gaat natuurlijk tegen de grondwet in. Ja. Het gaat ook dus tegen... Een senator van een andere partij. Precies. Zit in de fractiekamer. Absoluut. Van de Tweede Kamer, in jouw kamer, jouw stemmingslijsten in te vullen. Ja. Zogenaamd namens jou. Ja, en ik zei, ja, maar je niet stemmen. Dat zo mag niet, toch? Nee, ik zei, maar we stemmen zonder last. Dit is de grondwet. Überhaupt dat een Eerste Kamerlid in onze Tweede Kamer... Van een andere partij die niet democratisch gekozen is. Ho, hier gaan toch wel wat dingetjes door elkaar lopen. Ik ga weer vervelend doen met het vergrootglas uit gewoon inderdaad nervositeit. Voor mij zit er geen verschil tussen Dolf Jans en Hans Teeuwen, want... Ze nemen allebei de politiek serieus door erover te gaan praten. De politiek is op zichzelf al een grap. Dus op het moment dat je daar dan inderdaad in je vrije tijd op je bank met twee hele grote knuffels betoog over gaat doen, dan geef je dus toe dat je op de een of andere manier geraakt bent door wat er daar in de Tweede Kamer gebeurt. En dan ben je dus wat mij betreft net zoveel bezig met wat goed of slecht is voor de maatschappij als Dolf Jansen. En ik vind ook niet dat het erg is om bezig te zijn met wat goed of slecht is voor de maatschappij, maar ik vind dat altijd haak staan op humor. Als alleen meet of het anderhalve meter is, maar niemand heeft een mondkapje. En daarmee is ontzettend veel angst gecreëerd. Maar voel je dan ook gelijk niet meer veilig hier? Of? Nou, ik heb iedereen gezoend die dag. Kijk, weet je, dat is wat leuk als je dingen worden bekeken. Ja. Kunnen jullie niet over meepraten? Nee, grapje. Van Antarctica en terug. ik weet niet, het heeft een beetje iets zieligs. Waar komt die angst precies vandaan? Dat denkt ze wel niet. Ik vind het altijd 1 keer meer leuker dan Hans Teeuwen. Oh ja! Mijn vriendin is hier ook aanwezig, dus ik dacht even... Zwaaien. Zit hier shit in? Ik zit niet bij Talpa MCN, want nee? Toen de laatste aflevering... Maandag opgenomen, dinsdag uitgezonden, gisteren woensdag werd ik gebeld. Het is klaar? Door meneer Prosecco van Talpa. Directeurtje was dat nog niet? Nee. Nou, jij hebt verteld over ons, hoe wij beleid voeren. Je hebt even verteld dat je op gesprek moest komen en zo. En vinden we niet leuk dat jij dat allemaal hebt verteld. Dat kan niet, dat is niet tegen onze regels. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg maar, weet je wat het is? Ik zeg, dat meisje maakt een tweede video over ons, dat ze bij jullie is geweest. Dat ze vindt dat wij eruit moeten. Dus wel. Dat zij vindt dat wij eruit moeten. Daardoor moet ik dus bij jullie op gesprek komen. Wat ze allemaal wel niet vindt dat er moet gebeuren. Vervolgens maak ik weer een video waarin ik, omdat we het hebben over wat er kan er nog wel en niet in de media, als aanleiding VI.
En daarin neem ik dus mee, nou, dit kon kennelijk voor Talpa niet, we moeten op gesprek komen. Ik bind daar verder nog geen conclusies aan. Sterker nog, ik speel advocaat van de duivel tegenover Jan. Ik zeg het T-woord, nou, misschien kan het ook wel niet meer, gaan we over in gesprek. Ik zeg, ik speel dat heel netjes uit. Zij doet het ook. Sterker nog, zij roept uit om ons te disliken en van allerlei onzin om ons eruit te gooien. Ik zeg niet eens wat er met Alice moet gebeuren. Ik zeg, leven en laten leven. En dan vervolgens bellen jullie mij op. Ja, het is klaar. Ik wil niet eens meer in gesprek. Ik moet eruit. Dat vind ik heel raar. Amerika is in termen van stemmen en de organisatie is echt een totale, volkomen bananenrepeling. Een diepe schande. Het is echt een diepe schande dat zo'n democratie het zo doet. Mag jij voor mij dat eens goed uitleggen waarom je dat vindt? Wat is daar nou misgegaan? Nou, heel veel staten hebben het zo georganiseerd dat er gewoon gefraudeerd kan worden. Dat wil niet zeggen dat het ook wordt, maar het kan wel. Hè. Ze hebben stemmachines, daarmee kan gefraudeerd worden. Dames en heren, het maakt op, mensen. Niks meer uit. Het is sowieso. Is dit in beeld te brengen, trouwens? Nee, dan moet er even iemand naar de camera naar beneden houden. Wat is de truc? Voordat ik de truc doe, heel eventjes voor de mensen die dit kijken. Dat voordat de camera aanstond, toen moest mijn vriendin de hele tijd lachen achter de schermen. En sinds we live zijn is het dood en doodstil. Maar dat ligt ook een beetje aan mijn nervositeit. En ze hoort volgens mij dat ik het langzaam aan het verliezen ben. En we zijn nu denk ik een kwartier in de show. En we zijn nu al ongeveer dus op dit moment aangekomen. Dit is de truc. Maar hoe wordt dat nu besproken daar, die dievenbokaal? Dat is bij de NOS. Niet. Niet, dat is eigenlijk helemaal geen dingetje daar. Nou, ik vind dat het te weinig een dingetje is. Ik heb daar ook wel hele discussies over gehad, dat ik vond dat we dat gewoon bij op één hadden moeten bespreken. Als ik er had gezeten, dan had ik het echt niet. Niet zomaar laten passeren. Nee, bij mij was het echt emotie, meer dan boosheid. Dat ik echt dacht, godverdomme, ik ben niet zo ver gekomen. En inderdaad, je strepen verdient om vervolgens eigenlijk verdacht gemaakt te worden. Kijk, dat zal misschien bij mij dan iets minder gebeuren, omdat je al wat langer in het vak zit. Ik heb behoorlijk wat beginnende collega's met Turks-Marokkaanse achtergrond die zeggen van ja, wat je hier nu nog meer door gaat krijgen, is dat je denkt, ben ik aangenomen vanwege mijn achtergrond of om wat ik kan? En anderen zullen dat ook denken. En zo zien we het bijvoorbeeld pas geleden nog. Met een museum dat een filmpje opneemt met balletdansers. En er wordt een Turks-Nederlands balletdanser. Ja, vandaag nog nieuws. Ja. Die wordt gewoon aan de kant geschoven. Want je hebt geen zwarte huiskleur. Want we willen diversiteit. Ja, dus Turks-Nederlands is al niet divers. Je hebt net een heel genuanceerd betoog over dat je het heel vervelend vindt dat de horeca moet sluiten vanwege de lockdownregels. Maar dat het misschien maar beter is dat we ons daar toch even aan houden, et cetera. Maar ondertussen zagen we Thierry vorige week het Binnenhof Tweede Kamer uitlopen. Een megafoon pakken die volgeplakt zat met fake news, NOS-stickers en een beetje complotstickers en boze. En die pakt die microfoon en die megafoon en die zegt tegen die 20, 30 demonstranten die daar staan. Jullie zijn dapper, jullie zijn goed bezig. Ja. Terwijl het overwegend mensen zijn die niet helemaal lekker in de kokosnoot zijn. Nou, en hij lijkt daarmee. Maar daar heb ik ook wel kritiek op geuit. Hè. Ik heb in een raadsdebat 2 weken geleden heb ik ook gewoon gezegd, nou ja, weet je, ik sta daar gewoon anders in. Ik vind niet dat wij in het FVD-journaal bij Van Haga een influencer hadden over dit onderwerp. Ja, zou niet mijn keus zijn. En die Willem Engel vind ik ook niet leuk. En ja, maar dat is ook al lang algemeen bekend. Ik heb toen ik nog hier werkte ook heel veel geschreven over de alternatieve hoek en over kwakzalverij. Ja. Dus dat is niet zoveel nieuws. En ik denk, ja, als je het daar niet over eens bent met elkaar, is er niet meteen sprake van wat veel media graag willen zien, toch? Een ruzie of een leiderschapsstrijd. Dat is onzin. Ik denk dat Thierry heeft die partij opgebouwd, wat helemaal ook. Zij. Absoluut. En hij is het boegbeeld ervan. En in slechte tijden krijg je ook wel eens een rode tomaat naar je hart. Als je boegbeeld bent. Ik krijg echt wel kansen vanwege mijn achtergrond. Dat weet je. Alleen je kan je vinger er niet op leggen. Je weet het niet zeker. Ja, dus wanneer je dat soort berichten leest, waarin dan staat. Met de echte letterlijk tot kleinerend een soort heel erg. Hè? Was het heel minachtend. Er stond een zinnetje ergens tussen van, we hebben eentje, knap dat je een die vlot spreekt in een mannenwereld een vrouw van buitenlandse afkomst hebt gevonden die ook nog vlot spreekt en er leuk uitziet. Mensen die dat niet hadden gelezen, die hadden het steeds over, maar de intentie is toch goed? En dacht ik, nee. Voor mij ging het om die mail. Mijn eigen vrouw zegt dat ook wel. Die is tegen vrouwenquota. Niet omdat ze niet wil dat vrouwen niet op goede posities komen, maar omdat ze gewoon niet het gevoel wil hebben dat ben ik nou gekozen omdat ik iets kan
kan of omdat ik tieten heb. Ik twijfel geen seconde over wat ik kan. En ik geloof dat ik word gevraagd om mijn kwaliteiten, maar het speelt mee. Op één, dat ergert me zo verschrikkelijk. Maar je kijkt er wel naar dus. Ja, ik vond dat ik daarnaar moest kijken, omdat ik pas na op één begin ik altijd mijn stukjes te schrijven. Mijn columns te schrijven. Ik leef en ik schrijf 's nachts. Okay. En... Maar ik werd daar zo in, al twee jaar ben ik daar zo in teleurgesteld. En vind ik het verschrikkelijk. En gisteren ook weer, dan denk ik, nou dan ga ik niet naar Opeen kijken. Dan kijk ik eventjes, flits ik dan naar Jinek. En dan zie ik weer die, sorry dat ik het zeg, maar die rotkop van een Martijn Koning. Die echt de meest verschrikkelijke cabaretier van Nederland. Hè? Dat heb je ook. Niemand hoeft, ik ben ook niet een briljante gast. Maar je hoeft niet een... niet briljant te zijn. Maar ze nodigen hem steeds uit. Waardoor het net lijkt alsof, nou, hier hebben we dan, hier hebben we denk ik wel de allerbeste cabaretier van Nederland. Want zo'n programma heeft ook macht. Ja. En dan hoor je weer, ja, en Martijn, hè, dat hoorden we dan vorig jaar. En je mag ook de oudjaarsshow doen, hè. Weet je, ik ben nog van de tijd dat deed Wim Kan en zo. En dat waren de grote, ja, Freek de Jonge mocht dat doen. En ik heb er al gedevalueerd. En dan kwam daar Martijn Koning mocht dat doen. De man is een lachende kaak. En meer is het niet. Dat is verschrikkelijk. De ziekenhuizen stromen vol, wordt er toch gezegd? Nou, als je getalsmatig naar de ziekenhuizen stromen vol kijkt... per dag, nou, 50 tot 60 nieuwe opnames in ziekenhuizen. Gaan ook weer uit, maar... Oké, hoeveel ziekenhuizen zijn waar die mensen komen? Nou, gemiddeld 50, 60. Dus ongeveer praten we gemiddeld 1 per dag per ziekenhuis. Nou, ook dat is niet nul... Maar ziekenhuizen stromen vol is een soort beeld. En ik denk dat de overheid denkt dat we de beste manier om de mensen in het gareel te houden is... om ze maar zo bang mogelijk te maken. En ik denk dat dat contraproductief werkt. Want dat is niet goed voor de gezondheid van mensen. En het heeft ook allerlei averechtse effecten in de rest van de maatschappij. Je ziet nu dat door corona is er een soort rally around the flag effect ontstaan... waarbij de burgers denken, parlementaire democratie, jullie zijn gekozen, jullie lossen het op. Veel succes ermee. Ik geef je een klikje in de peilingen, want dan gaan jullie het tenminste oplossen en ik wacht hier wel. Mm-hmm. En daar profiteert de VVD nu van. En voor hetzelfde geld werkt dat effect door tot de verkiezingen. Dus dan gaan jullie weer een premier leveren. Dat is op dit moment... Ja, dat weet je niet. Alles kan veranderen, hè? Bedoel, ja, nee, natuurlijk. We zijn nog 4, 5 maanden van de verkiezingen. We beginnen vanaf nul zetels en het is gewoon... Maar de kans is op dit moment vrij reëel dat je het wel weer gaat winnen. Dan moet je op een gegeven moment ook wel een beetje aandrukken. Maar... dat er dossiers die niet goed gaan, dat daar toch een iets andere mentaliteit in komt. Met name als het gaat om de informatievoorziening. En dan bedoel ik rechtstreeks artikel 68 grondwet, 150 tegen 0 motie aangenomen, dat de Kamer gewoon eens een keer voorgelicht moet worden over waar ze naar vragen. Ja. En wat de VVD jarenlang een vakkundige professie van gemaakt heeft om dat niet te doen. En dat is iets ik vind het te makkelijk om... Nee, dat is niet te makkelijk. Nee. Dat is gewoon informatie. Nee, want ik heb het zelf als parlementariër heb ik dat ook. Als ik wil gewoon precies weten wat er gebeurt. En dan wil ik van het kabinet ook informatie. En dan is het de taak van het kabinet om die informatie ook mijn kant op te sturen. En dat doen ze niet. Keer op keer doen ze dat niet. Word je wakker? Maar dat ondermijnt... Maar er is nog iets anders waar ik me aan het kabinet stoort. We hebben een record. Dat de pers... Ja, we hebben nog... Ja. Ik zei dat, van die mag, daar kom je nooit meer vanaf. Wat zag je? Bijvoorbeeld Wilders. Die zegt echt, ik ben erfgenaam van Fortuyn. Gast, jij wil de Koran verbieden. Vind Fortuyn zou je echt op je gezicht spugen, bij wijze van... onze grote vriend Thierry Baudet. Wat wou je zeggen? Erdogan. Hij doet me heel erg aan Erdogan denken. Hij wil fucking... Sorry. Hij wil... mag allemaal. Hij wil Weerman ontslaan. Ja, weet je wel? Ja, dan denk over cancel culture gesproken. Nee, maar dan denk ik van... En ook mijn grote vriend uit Rotterdam... die FVD-kamerlid gaat worden, Joost Eerdmans. Die al 18 jaar lang, heb ik ook tegen in zijn gezicht gezegd, pist op het graf van Fortuyn. Valt bij Eerdmans wel mee, toch? Nee, ik mag hem persoonlijk, maar mij gaat het om... Maar waar pist hij op zijn graf dan? Laat me uitleggen. Hij heeft een paar maanden geleden een opiniestuk geschreven dat hij zei van... Ja, mensen die kritiek op mij hebben, die zijn aan het demoniseren, moeten ze niet doen. Ja, rot op. Fortuyn was de eerste die zei, je moet alles tegen mij kunnen zeggen. Maar het was wel trendy. Heel slecht, ja. En ik overweeg een lijst duurschap, maar absoluut geen... Jenny Douwens, Ik win! Wat voel je als je Rita Carita onder de rok voelt? Denk nou na. Hetzelfde gevoel als wanneer je een paard een suikerklontje geeft.
We hebben ze vroeger een hoop spiegeltjes en kraaltjes gegeven, maar ze hebben er nooit in die spiegel gekeken. Ja. Sorry, knip dit er maar uit. Het is live, Bart. Jongens. Waar moet je nooit lachen als je Marokkaan op een fiets zit? Het zou jouw fiets kunnen zijn. Het zou jouw fiets wel eens kunnen zijn. Vind ik, nou. Dat kan echt. Goed, de kop is eraf. En dat moet ook wel, anders kun je religie nooit bij iemand door zijn strot duwen. Iedereen is tegen racisme. Iedereen is voor gelijke rechten. Iedereen is voor gelijkheid. Iedereen is tegen politiegeweld. Iedereen, weet je. Dus er zit een enorme doelgroep achter die mee kan in die woke-revolutie. En dat is, dat hebben de extremisten, de anarchisten, de mensen die echt anderen het zwijgen willen opleggen, die hebben dat mee. En ik vrees dat wij nog daar nog niet mee klaar zijn. Het is zo, ze zijn op 1 oktober, zijn ze 's morgens, hebben ze me vroeg wakker gemaakt, de jongens en meisjes van de Rijksrecherche, overigens met een bizarre binnenvallen met kogelvrije vesten. Ja, serieus? Echt waar? Pistolen. Ik zei, joh, verwacht je nou van mij teruggeschieten? Maar was dat echt stormbrand? Ja, werd er nog wel aangebeld? Dat niet. Er werd aangebeld. En in Huizen de Mos staat mijn partner vaak wat eerder op. Die gaat dan allemaal de vrouwen dingen doen. Bakjes ontbijt zetten, maken, koffie zetten. Dat moet ik zelf doen. Want ze is wel zo geëmancipeerd, maar ze is dan voor zichzelf bezig. Ook een harde werkster. Nou, een kwartier later hoorde ik stemmen beneden. Rijksrecherche openmaken. En ik hoor mijn vriendin nog zeggen, wie bent u? Ik denk die lui die moeten bij de buren staan. En ik stap uit mijn bed. Ik kon net de onderbroek aantrekken. En er stond zo'n vrouwelijke piepel weer in mijn slaapkamer. Uiteindelijk ben je ook nog eens een keer. Ik ben niet aangehouden die dag. Hè? Ik ben ook onder vrij intimiderende wijze meegenomen voor een verhoor. Wat ik uiteindelijk dan vrij kort heb gedaan. Ik zou eerst wel willen weten wat ik gedaan heb. En wat hier loos is in een advocaat. Maar ze hebben me toen, u moet mee. En heel directief. En werd verteld van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Ja, ik mocht niemand meer bellen en ze wilden mijn telefoon hebben. Maar je was niet gearresteerd? Nee, ik ben niet gearresteerd. Verwijt je jezelf enige vorm van naïviteit? Dus de strategie is dat de VVD eerst 1 miljoen mensen onder de armoedegrens helpt, dan de drempel voor de drempel voor de rechtstoegang verhoogt en dan degene die daar de schuldhulpverlening moet doen op de hoge beleid. Nee, nou snap ik hem. Jezus, wat ben ik naïef geweest. Ik ben gek op mensen waar ik het mee oneens ben. Om de dood eenvoudige reden dat ik anders geen werk heb. Ik word hier gewoon genaaid. Die stak ook weer niet van te kijken. Al die mensen die zeggen, ik ken niemand van deze lijst. Nee, dat komt omdat je allemaal 35 bent en je Instagram alleen gebruikt voor je honden. Dat had Nelson Mandela ook. Hele goede betogen en dan meestal naar het einde toe anticlimax was toch iedereen weer voor apartheid. Op het moment dat jullie roepen, er komt lastenverlichting aan. Ja. Je gaat in je loonstrookje omhoog. Maar ondertussen gaat je zorgverzekering omhoog. Gaat je energierekening omhoog. Want dat je, zijn ook van de brug. Hier heb je allemaal spaarlampen, want dan ga je energie besparen. Ja, maar ondertussen verhoog je energierekening. Het zijn allemaal dingen waardoor je uiteindelijk geen fucker opschoot. We zijn er uiteindelijk in de portemonnee, wij van de middenklasse, daar rekening vanzelf even toe, die altijd de rekening moeten betalen, geen ene cent vooruit gegaan. Er zijn gewoon geen grenzen. Yes. De grens is geweld, maar zolang het over woorden gaat, zijn er geen grenzen. Het is heel simpel, als ik tegen jou zeg, ik vind jou een klootzak. He, dan jij kunt dat misschien heel goed hebben. Of je kunt denken, nou ja, wie zegt het nou? Hij verplaatst alleen maar lucht. Het is ook maar een mening van iemand. Maar als ik tegen jou zeg, ik vind jou een klootzak, dan kun je misschien zeggen, oh, raak me diep en ga je huilen. Dus waar de een om lacht, daardoor is de ander beledigd. En daar kunnen we dus nooit meten. Dus wat is wel te meten? Geweld. Dus daar moet je de grens leggen en niet daarvoor. En het is ook nog zo dat de ontvanger altijd de schuld legt bij de zender. We verplaatsen lucht. Hè? Als ik zeg yoghurt is vies en jij zegt yoghurt is lekker. Wat zegt dat over de yoghurt? Helemaal niks. Yoghurt is yoghurt. Ja. Ja? Ik vond het fantastisch, mede omdat we in een vrij land leven. En het kan dus. We leven in een land waar de minister-president een speech houdt. En 100 meter verderop staan oproerkraaiers de boel te verstoren. En ze komen er levend vanaf. Wat een vrijheid is dat. Wij leven hier in een heerlijk land. Dat je dat mag doen en zo. Dat is heel veel. Er zijn heel veel landen waar dat inderdaad niet mag. Er zijn heel veel landen waar geen eten is. Hier hebben we wel eten. Dat is ook allemaal verschrikkelijk. Nee, we leven hier gewoon in een land. Zegt, niet zo overdreven doen.